Pinanti is Pinanti. Welkom bij de Pinanti is Pinanti Cup. Binnen 8 maanden kennen we de allerbeste minim van Vlaanderen. We beginnen onze zoektocht in Genk. Daar zoeken we naar de grootste talenten van Limburg. Ja, jij bent Ilanka. En Ilanka, jij bent een meisje. En waar voetbal jij? Een ijzersport. Ja, en zie je het zitten om hier tussen al die jongens te zitten? Ja. Ik ben er al gewoon. Hier zijn we voor Genk. Hier heb je een t-shirt. De poster van, nieuwe poster van Racing Genk. En 2 toegangskaarten tegen Sporting Shalala. We hebben een t-shirt. Dit is waar het allemaal om draait. De gigantische Pinanti is Pinanti Cup. 1 miniem neemt hem op het einde van het seizoen mee naar huis. Wat een machine, joh. Is even goed als mij. Ik ga dat hier winnen, joh. Ik ga dat winnen. Ik ga dat winnen. Ik ga dat winnen. Ik leg die naast mij in bed. Dat is beter dan een Champions League. De proef. Iedereen legt dezelfde proef af. Dribbelen op 1 lijn. Diagonaal dribbelen, door de poortjes spelen en trappen op doel. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik bij de 100 ben, maar ik dacht er. Ik weet het niet echt, zal wel afwachten zijn dan. Ik heet Murat Akif. Ik speel een houtallen statisch sport. Mijn tijd is 50 seconden. Ik heet Fatih, ik ben 11 jaar, gelijk als mijn broer. Mijn seconde was 47,9 en dat was het. Hoeveel had jij? 36 of wat? Ja. Dan zit je dan bij. Dan zit er zeker bij. Jij bij de eerste 10, ja. Denk je? Ja. Als je bij de eerste 10 bent, dan mogen strafschoppen zetten op stenen. Oh, dat kan ik. Goed. Ik niet. Toch beter als zo trappen. Vrienden geven mij misschien energie. Ze zijn lekker. Wat is dat dan? Ben ik door dan? Dat weet ik niet. Dan moet je in de kantine gaan kijken op het bord. De laatste 100. Wie is erbij? Wie vindt zijn naam op de lijst? Wie gaat er door naar de volgende ronde? Dit zijn ze, de 100 beste minimen van Limburg. Zij voeren volgende week de andere proeven uit. 10 van hen komen oog in oog te staan met Stijn Stijnen, de keeper van de Rode Duivels. Want